Burgemeester, waar gaan we naartoe? We gaan naar Hamstraat nummer 7. Oké. En dan gaan we iemand verrassen, denk ik. 26 april. De dag voor Koningsdag. De dag dat burgemeester van Asseldonk lintjes mag uitreiken in de gemeente Grave. Vandaag dus op pad in de Hamstraat. Met daarin drie bewoners die gedecoreerd worden. Ja, dat is wel een verrassing dit. Ja. Maar ik wil graag uitleggen waarom ik hier ben om u die koninklijke onderscheiding, want dat is het, om die zo meteen aan uw vrouw te vragen om bij u op te spelen. Want wij moeten afstand houden tot elkaar, maar daar hebben we over nagedacht. Dus daarom is het goed dat we het ook even buiten kunnen doen. Dus gaat goed komen. Totaal verrast hoort Gavenaar Frans Beijer de burgemeester aan wat al zoal de redenen zijn waarom hij onderscheiden gaat worden. En u hebt u onderhand ingezet door het vormgeven van de Pothuisburger. Courant, zeg ik het nou goed? Pothuisburger Courant? Ja, ja? Oké. Okay. Nou, dat is wel. Frans was in 2020 52 jaar lid van de Graafse voetbalvereniging GVV 57. En hoort daardoor bij een select groepje GVV 57ers die 50 jaar of langer lid zijn. Naast actief voetballend lid is hij begeleider van seniorteams, bestuurslid en lid van verschillende commissies. Ook met zijn creatief talent heeft hij op PR-gebied veel voor deze vereniging en zo ook voor het carnavalsleven in Grave betekend. En daarnaast is Frans vooral bekend geworden door het belangeloos schilderen van portretten van bekende Gravenaren. En zo hangen er alleen al in de grote zaal van Catharinehof, heb ik begrepen, in Graven, 80 portretten van Johan. Maar dit is dus waar de koninklijke onderscheiding voor bedoeld is. En daarom mag ik u zeggen dat het zijn koninklijke hoogheid, zijn majesteit, de koning, heeft behaagd om u die koninklijke onderscheiding toe te kennen. En u benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Frans, wat is je eerste gevoel zo bij deze decoratie? Ja, toch wel trots. Ja, hè? Ik heb altijd gezegd, ik accepteer hem niet als ik hem... Er zijn zoveel mensen, maar ja, de burgemeester zei al, dat zegt iedereen. Maar ja, ja, het doet je toch goed. Ja, ja. En als het allemaal zo weer opgesomd wordt, dan is het toch wel weer... Ja, ik mis er nog wel een paar dingetjes van de kappersmond en zo. Oh ja. Maar goed, je kunt niet alles weten. Hè? Maar ja, ja, gewoon leuk. Ik ben ontzettend trots. Ben je blij? Na Frans Beijer toog de burgemeester iets verderop naar het echtpaar Jeroen van der Eerde en Annelies Graafsma. Goedemorgen. Jeroen zat in het complot voor zijn partner Annelies, maar was erg verrast dat ook hij gedecoreerd werd door de burgemeester. Dan ga ik even wat tegen u zeggen. Ik begin al een beetje te snappen waarom ik hier ben natuurlijk. Hè. Je bent de burgemeester. Ja, dat heb je. Hè. Ja. Het is vandaag lintjesregen. De dag voor Koningsdag. En dan is het de gewoonte dat elke burgemeester in heel Nederland, in ieder geval voor 1 uur, aan iedereen die gedecoreerd gaat worden, bekend gaat maken dat hij gedecoreerd gaat worden. En daarna hebben we wat tijd om dat te regelen, maar omdat het hier een beperkt aantal mensen is, hebben we besloten, we gaan gewoon op de dag zelf even aanbellen en we gaan het vertellen. En, maar goed, de vraag is natuurlijk, voor wie ben ik nou precies hier? Ja, er staan twee mensen voor me. En het bijzondere in dit geval is dat ik hier voor u allebei, u gaat allebei zo meteen de koning. Hij wist dat u er eentje zou krijgen. Maar ik weet maar niks u wist niet. En hij ook niet. Dat hij er ook eentje zou krijgen. En dat is heel uniek. Dat een echtpaar tegelijkertijd een koninklijke onderscheiding krijgt. Het gebeurt wel eens vaker dat de een eerst
en een paar jaar later een ander. Maar dat zit allebei tegelijkertijd. Krijgen, dat gebeurt niet zo heel vaak. En vandaar dat we, nou ja, ook me toegestaan hebben dat er hier toch best wel een hoop mensen staan. Voor allemaal op gepaste afstand. We blijven ook buiten, dan kan het allemaal ook coronaproof. En ja, ik wil u toch uitleggen waarom die onderscheiding aan u verleend gaat worden. Want u bent hier inmiddels misschien een klein beetje nieuwsgierig naar, hoewel u het ongetwijfeld al wel een beetje aan voelt komen. Maar ik ga het even uitleggen. U beiden draagt al jarenlang zorg voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers. En die inzet die heeft ook geleid tot de oprichting van een stichting en het beheer van een paar opvanghuizen. En daarnaast hebt u, meneer Van Heerden, in uw functie als toezichthouder bestuurslid bij Speciaal Onderwijs Nijmegen samenwerkingsprojecten gerealiseerd tussen de hulpverlening en het onderwijs. Daarbij altijd denkend vanuit het belang van de kwetsbare kinderen. Dat is voor u kennelijk heel belangrijk, hè? Kwetsbare mensen die je op de een of andere manier in hun kracht kunt brengen. En sinds uw pensionering, van uw reden, bent u ook een voorzitter van het Centrum Management Graven en van de Wijkraad Binnenstad Graven. En dan heb je ook nog samen die stichting opgericht met als doelstelling gelijke kansen voor iedereen. En ik citeer nu een paar dingen uit allerlei aanbevelingsbrieven die er binnen zijn gekomen op het moment dat iemand het initiatief nam om voor een koninklijke onderscheiding aan te vragen. En dan zie je dat, ja, dit zijn de mensen die de samenleving rijker maken, die zorgen dat de samenleving nog beter draait dan wij als wat armetierige overheid proberen te doen. Maar dit is de meerwaarde die mensen persoonlijk kunnen bieden vanuit, nou ja, de warmte van hun hart, vanuit de belangstelling voor mensen in hun omgeving en, nou ja, met name voor de kwetsbare mensen in de samenleving. En daar hebt u een enorme bijdrage aan geleverd. En dat is eigenlijk precies waar die koninklijke onderscheidingen voor bedoeld zijn. Die zijn niet voor de hele grote gebaren, die zijn bedoeld voor mensen die jarenlang vanuit een enorme interne motivatie bezig zijn om die samenleving beter te maken. En u hebt daar een geweldige bijdrage aan geleverd. En u bent in die zin ook samen een heel mooi voorbeeld van waar die koninklijke onderscheiding voor bedoeld is. De twee zetten zich onder andere al jaren tomeloos in voor minderjarige asielzoekers met raad en daad. Wat je gedacht had, hè? Nee, echt. Echt totaal. Ja, ik zat net in een vergadering met Graaf Voort, met het Graafs Museum. Die heb ik nu allemaal onder de Zoom, zeg maar. En vervolgens heb ik ze los moeten laten. Dus, en je bent gewoon genept. Ik ben helemaal. En dan zie ik mijn dochter uit Den Haag overgekomen. En ik zie mijn schoonzoon. En dan schieten mijn tranen me. Dit jaar was de lintjesregen in Graven klein maar fijn. Met daarbij drie trotse eigenaren van een koninklijke onderscheiding.